Nou, gewoon nog weer eens lekker beginnen. Vandaag is het goed weer. Niet te warm. En het is weer normaal, denk ik, weer een schone tocht. Het is ondertussen zover, dames en heren, dat we weer eens in Elslo zijn beland. En dat heeft te maken met de fiets driedaagse. Al jarenlang besteed dat, maar daar kan ik natuurlijk een hoop van gaan vertellen. We hebben mensen die weten dat veel beter is mee. Sven Bruinster, State Nervings, een van de mensen die, wat die in die organisatie zit van die Elsloze fiets driedaagse. Heb ik het goed gesteld in de organisatie? Ja, dat heb ze goed gesteld. Wat is er in die organisatie? Ik ben penningmeester van de Stichting Spas Promotion. En we hebben Neven, het dagelijks bestuur, we hebben dus ook een commissie die de fietsdriedaagse Elslo organiseert. Ja, dus zei ze het al, het is één van de onderdelen die wat gedoet. Gedoet nog veel meer. Ja, precies. In principe is het zo dat Stichting Spas Promotion is ontstaan uit een vriendengroep van oorsprong die zich voornamelijk bezighield met activiteiten rondom de carnaval. En we hebben in het verleden hier in Elsen een fietsdriedaagse gehad. Dat wordt georganiseerd door Stichting Sportief Elsen vanuit Café Juliana. Nou, Café Juliana is helaas niet meer, maar we zijn in het verleden op een gegeven moment benaderd geworden of we het wou overnemen om het te organiseren. Omdat ze het evenement niet verloren wouden laten gaan. En we vonden het een schone initiatief. En zodoende hebben we dat opgepakt om inkomsten voor onze carnaval te genereren. Ja, dat is in ieder geval als messnijd aan beide kanten, zullen we zeggen. De hoeveelste keer had doorgegaan? Dit jaar is de 12e keer dat we het organiseren. Dat is al een heel gat, dus dat betekent dat je al een behoorlijk stukje ervaring hebt. Ja, in principe wel. Toch zijn er eerder jaren nog kleine dingetjes, meestal de schoonheidsfoutjes, hè, zijn dingetjes die toch nog op het laatste moment geregeld moeten worden en zo. Maar over het algemeen ben ik er toch wel trots op dat we dit jaar en alle andere jaren tot nu toe helemaal wel zo goed georganiseerd hebben. Ja, een fiets driedaagse betekent, er komen mensen ook drie dagen. Dat betekent, die kunnen ze niet drie keer dezelfde route laten fietsen. Dus, en dan hebben ze dan nog een langere en een kortere route. Drie dagen maal twee, dat zijn dus zes routes. Ja, precies. We hebben dagelijks een route van 35 en 50 kilometer. We proberen ook ieder jaar een nieuwe route te creëren voor de Lu. Dus echt door de Lu naar plekken te schikken waar ze nog nooit zijn geweest. Dus ja, ieder jaar moeten er nieuwe routes gemaakt worden. En dat betekent dat ze daar weer een groep mensen voor hebben die dat allemaal genoeg zijn. Ja, precies. Binnen de commissie weer ieder jaar het koppels gevormd die dan een route gewoon bedenken. Voor iedere dag is er wel een vast koppel wat voor die dag de twee routes maakt. En ja, dat is natuurlijk toch wel een uitdaging, omdat ze natuurlijk aan afstanden gebonden best zijn. De kans niet te wiet een bepaalde richting in gewoon, want dan moest natuurlijk wel de luid binnen een bepaalde afstand terug laten komen hier. Maar toch ja, weten ze er iedere keer wel het chance van te maken. Hoeveel mensen maken nu ongeveer gebruik van zo'n driedaagse? Ja, in principe zijn het denk ik wel eerder jaar tussen de 150 en 200, 250 lui die voor drie dagen mogen verwelkomen. Maar over het algemeen zijn er toch wel voornamelijk eendaagse. Mm-hmm. Ja, er zijn nog wel lui die zich bedenken dan, zeg maar, dat ze beginnen met een eendaagse en dan toch ze gaat hebben van, oh, we maken er toch een driedaagse van. Ja, is natuurlijk ook altijd weer afhankelijk, neem ik aan. Ja, zeer zeker. Ja, best altijd afhankelijk van de omstandigheden. Ja, zeker. Dat is consequentie van buitenactiviteiten, zullen we zeggen. Hè? Zeg je, doordat het de 12e keer organisatie staat, betekent dat je met een gerust hart kunt zeggen, we blijven nog wel een paar jaar aan de gang. Zeker, zeker. Dat is zeker onze intentie. We zijn tevreden met de manier waarop we tot nu toe het evenement georganiseerd hebben al die jaren. En ja, we streven er zeker naar om dit in de toekomst te blijven doen. Als ik nu naar de zaterdag kijk en ik kijk naar de route, waar gaan de lui vandaag naartoe? Vandaag op zaterdag gaan de lui richting Spouwbeek en Ulestraten. Die kant gaan ze uit. En het is vandaag een eerlijk toegegeven een pittiger parcours dan de andere dagen, zeg maar. Maar ja, wat we wel merken de laatste jaren is dat steeds meer lui die deelnemen een elektrische fiets hebben. Ja. En dan is het over het algemeen heel goed te doen. Ja. Dus hij zal wat voor de laatste jaren merken, zijn het trouwe klanten, mag het zo uitdrukken? Ja, in principe wel. Ja. Ja, voor zijn wel steeds veel dezelfde gezichten terugkomen. Ja. Ja. Ja, ja, goed, die zijn een keer geweest. Ik denk wel leuk, blijf terugkomen natuurlijk. Goed, Geert wordt nog een aantal jaren weer. Nou, we hebben in ieder geval vandaag weer. Dat is dus de musje vallen in sneert van het dak. Dus dat is ook alweer gunstig, denk ik. Ja. Nou, dan hoop ik dat je vandaag en de komende dagen er veel succes met hebt. En nou, op naar het volgend jaar, zou ik alweer zeggen. Veer open hetzelfde, bedankt.